Vandaag begint de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hall. De Jackson Hall Economic Symposium vindt plaats dus in die stad in, de, in Wyoming. En vanavond gaat Fed-baas Jerome Powell daar spreken. Nou, dat weten we al. Hij gaat waarschijnlijk iets zeggen over een renteverlaging in september. Misschien dat we een beetje horen wat de bias gaat worden. Wat, wat, wat ze gaan doen worden het 25 basispunten, 50 basispunten, iets ertussenin. Nou, we gaan dat bespreken met onze huis-econom Han de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Maar eerst eventjes, we hebben het er al deze week over gehad. Hè? Ook ja, ja. over de, de stands van de VET. Maar even de Jackson Hole. Waarom ook weer Jackson Hole? Ja, volgens mij is dat uh, 47 jaar geleden begonnen. Mm -hmm. um, en toen wilden de, de organisatoren. die wilden graag de, de, ja, de baas van de, van de VET. Paul Volker was dat toen. Die wilden ze graag hebben. En die, uh, ja, die hield van fly fishing. Mm -hmm. um, en uh, nou, je kunt daar kennelijk uh, daar in, in Wyoming. Het uh, is een bergachtig gebied. De Teutongebergte uh, is daar, geloof ik. Um, maar het is, uh, het is heel idyllisch en je kunt daar geweldig wandelen. Je kunt daar geweldig flyfishen. Um, ja. En uh, ja, dat is toen een, uh, een traditie geworden. Ja. De, gelukkig, is... gelukkig hield het niet van wiet. Toen was het op de wallen geweest nu. Elk jaar. <laughs> Hmm. Ja, nou, ik weet niet of hij daarvan hield of niet, maar, maar daar is het niet. Daar is het in ieder geval niet, nee. Het is een Jackson Hole. Wie, en wat komt erop af? Want dit is een 2,5 een, een dag uh, uh, congres hè, elk jaar. Ja, ja, nou ja, vooral centrale bankiers, vooral Amerikaanse centrale bankiers, maar, ja. maar niet alleen maar. Hè. Er zijn uit, eigenlijk uit de hele wereld uh, komen centrale bankiers en ook academen. Um, en, en vooral academen die, die gaan allerlei speeches geven. Mm -hmm. um, er zijn ook wel um, mensen uit de financiële sector, daar moet je natuurlijk uitgenodigd worden. Ja. Um, uh, er zijn ook journalisten bij natuurlijk. En ik moet ook zeggen dat uh, het is natuurlijk hartstikke prestigieus is. Um, ja, je hebt het misschien gemist, maar, maar eerder dit jaar meldde um, uh, Edin Mujagic, hè, mm -hmm. uh, een paar keer per week te, te beluisteren op, op onze eigen zender, ja. um, die meldde dat hij was uitgenodigd om daar te spreken. Nou, dat is natuurlijk super prestigieus. Dus no. ik heb hem er uitgebreid uh, mee gefeliciteerd uh, op X. Maar dat bleek een 1 april grap van hem te zijn. <laughs> um, oh. <laughs> waar, ik, waar ik hevig was ingestonken. Ja, jammer en bedankt. Maar die staat er dus niet. Uh, nee. Nee, ja, jammer. Maar we zullen zorgen dat je volgend jaar gebeld wordt. Dat is beter. <laughs> <laughs> ja. Maar daar komt van alles op af. Je zet al academici houden allemaal verhalen. Zijn dat vooruitblikken op? Of kijken we ook terug naar beleid van de FED van de afgelopen tijd? Ja, het, het zijn natuurlijk allemaal verhalen die uh, uh, ja, die relevant zijn voor, de, voor, voor beleidsmakers op het gebied van, van monetair beleid. En een, ik moet eerlijk zeggen, een hoop van die speeches, dat is toch wel heel ja, stevig gekost. Um, uh, uh -huh. Daar moet je toch echt goed in zitten, dus echt wetenschappelijk. Um, maar de topcentrale bankiers, die gebruiken dat podium toch ook vaak voor het geven van belangrijke boodschappen. Ja. En die kunnen soms de. De markten stevig in beweging zetten. Mm. Nou, om je daar eens twee voorbeelden van te geven. In, in 2014, dus ongeveer tien jaar geleden, um, heeft Mario Draghi, toen, de baas van de ECB, um, die heeft daar min of meer, ja, toch wel vrij expliciet aangekondigd dat de ECB um, uh, zou gaan beginnen met het opkopen, grootschalig opkopen van, uh, van, van, van staatsobligaties. Ja, schuld, ja. Ja, dat is toen in 2015 begonnen. Mm -hmm. Maar meer recent in 2022. En deze conferentie is altijd in augustus. In 2022 was de Fed in maart begonnen met renteverhogingen. En in augustus, op die uh, Jackson Hole-conferentie. zei Paul in, in een hele korte speech. dat de Fed um, uh, echt gedecideerd verder zou gaan met renteverhogingen. tot de inflatie was verslagen. Ja. Um, en dat deden ze ook. Na die, na die conferentie kwamen er nog zeven renteverhogingen. Um, die boodschap die, uh, die Paul toen gaf dat viel de aandelenmarkten toch wel zwaar op de maag. Want de aandelenmarkt, de S&P 500, die verloor op die dag bijna 3,5%. Nou, ja. Dus uh, het kan grote invloed hebben op, op financiële markten op korte termijn ook. Absoluut. Nou weten we wel een beetje wat er gaat gebeuren. Hè? Want Jay Powell gaat zeker iets zeggen over... Aanstaande renteverlaging. Eh, misschien wel over hoeveel dit jaar. En als we de laatste notulen van de FED lezen. weten we sowieso dat er een volle procent. 100 basispunten. ergens in dit jaar afgaat. Alleen we kennen de verdeling niet. Gaan we daar wel wat meer over horen, denk je? Nou, eh, ja, het lijkt me inderdaad hè, dat die, die renteverlaging in, in september. Nou, dat, dat, is, dat is wel een don deal, dat is duidelijk. Ja, ja. Dus dat zal die ook wel bevestigen. Eh, en het gaat dan inderdaad toch wel vooral ook over het pad erna. Uh, 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 nou, en, en wat je zegt, hè, de, de financiële markten die prijzen in ieder geval 100 basispunten in. Ja, daar zal hij toch wel van zeggen of dat wat uh, te veel of, of te weinig is, mm -hmm. denk ik. Ja. Wat mij ook wel interessant lijkt, is dat uh, ja, eerder deze week uh, heeft het ministerie van, van Arbeid heeft, uh, de cijfers over de banengroei in de Verenigde Staten uh, fors naar beneden bijgesteld. Het komt erop neer dat er, er zijn uh, in de twaalf maanden tot en met uh, maart van dit jaar zijn er veel minder banen bijgekomen dan tot nu toe was gerapporteerd. Eh, dat, dat betekent dat die arbeidsmarkt, het is niet zo dat die arbeidsmarkt heel zwak is, maar die is toch minder sterk dan uit de cijfers eh, was gebleken. En dat eh, is wel interessant, natuurlijk, eh, wat, wat Paul daarover gaat zeggen, dat kan hij niet negeren. Hm. En, en natuurlijk, eh, vooral, eh, wat is de invloed daarvan op het beleid? Want als de, de, de Fed heeft, heeft twee doelstellingen, prijsstabiliteit en... Uh, zo volledig mogelijke werkgelegenheid. Nou, de inflatie die, die daalt, is misschien nog wel wat te hoog, maar, maar is dalend. Uh, en de arbeidsmarkt, ja, als die dus zwakker is dan wat de cijfers tot nu toe zeiden, dan is dat een extra argument voor de Federal Reserve om de rente te gaan verlagen. Ja. Dus ja, daar ga ik toch vooral naar luisteren. En hij spreekt overigens. Vanmiddag volgens mij, Nederlandse tijd, 4 uur. Okay. Dus uh, ja, dan, jij zit dan misschien al op, Schip, op uh, Schiphol, moet je mij horen. Zandvoort. Mm -hmm. <laughs> maar uh, maar ik, zit, uh, ik zit naar Paul te luisteren. Dat kan ik me voorstellen. Dankjewel, BNR's econoom Han de Jong.